Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking voor ons klaar op de Noordzee en dat gaat ook allemaal overtrekken. Brengt de nodige regenval, het regent vanochtend flink door en dat bij temperaturen van een graad of 7. Langs de kust waait het hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. In het binnenland is de wind over het algemeen vrij krachtig. Windkracht 5. Vanmiddag begint het in het westen dan langzaam iets op te klaren, maar er vallen nog steeds flinke buien. En vooral in het binnenland klonteren die buien samen en zal van de zon weinig te merken zijn. Het is 9 tot 11 graden. De wind draait wat meer naar noordwestelijke richting. Vanavond neemt de wind langzaam wat af, winnen opklaringen terrein en zullen de buien langzaam geleidelijk aan gaan verdwijnen. Temperatuur in de avond rond de 7 graden. Morgen wordt het zacht met 11 tot 13 graden. Het regent van tijd tot tijd, voor zon is weinig ruimte en het waait nog altijd vrij krachtig tot hard. Meest Wind in de westelijke kustprovincies. Uit het westen waait het daar met windkracht 7. Voor zaterdag nog weinig verandering, hoewel later op de dag het van het zuiden uit denk ik wel wat droger gaat worden. Zondag is er dan ruimte voor wat zon en vallen er nog stevige buien. Maandag zijn de buien minder actief en gaan we langzaam de goede kant op. Temperaturen zondag en maandag rond 9 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl